cultuur is een combinatie van cultuur en natuur. Dat is eigenlijk optimaal. Echt leuke mensen die hier wonen. En het is mooi groen en rustig. Dus ja, wat wil een mens meer? In deze serie volgen we 9 bijzondere Achterhoekers. Bij elk van hen speelt cultuur en erfgoed op een verrassende manier een rol in hun leven. Ik lees bijna elke dag een uurtje voor aan een oude mevrouw in Doetinchem. En dat doen we via FaceTime. Het is ontstaan, dat vrijwilligerswerk, met een oproepje vanuit de Gruitpoort. Die zochten mensen voor de voorleesbrigade in Doesburg. En daar heb ik me toen voor aangemeld met het idee van, oh, dat is best leuk, één keer in de week een uurtje voorlezen op locatie. Bent u er klaar voor? Die ooit een reisbureau heeft gehad. Die heeft echt de hele wereld over gereisd. En dan is het wel grappig om daarover te horen vertellen. En de dingen die ze dan meegemaakt heeft, dan zitten we soms echt schaterend achter het beeldscherm. Dus dat maakt het ook heel gezellig. Ik kijk er zelf naar uit. Ik heb nog nooit gehad dat ik 's avonds dacht van, oh jee, dadelijk 7:30 en dan moet ik voorlezen. Echt nooit. En mevrouw zelf, die kijkt er ook naar uit en die zegt van, goh, ik vind het altijd zo gezellig. En die zegt ook tegen de vriendinnen van, ik snap niet dat jullie je niet hebben aangemeld. Ik probeer ook om niet zelf het boek al uit te lezen, zodat het altijd spannend blijft van waar gaat het naartoe. De cultuur hier in Doesburg. Ik vind het wel leuk dat het een cultureel georiënteerd stadje is, zeg maar. Er zijn een heleboel galerietjes. En we hebben de culturele zondag, dat is de eerste zondag van de maand, dat al die galerietjes open zijn en dat is wel leuk.